3 weken is Joost Luiten nu weer in Nederland. En dat zal je weten ook. Ja, het is nou echt Nederlands weer. Goeiedag. Luiten koos ervoor om in 3 weken helemaal toe te werken naar het KLM Open, dat donderdag begint. Een bewuste keuze. We hebben een heel druk jaar gehad met veel reizen tussen Amerika en Europa. Ja, dan moet je af en toe ook je periode pakken dat je zegt van nu neem ik even een stapje terug en dan ga ik aan mijn spel werken. En helemaal als je niet super in vorm bent, zoals de laatste 2 maanden, heb ik gewoon niet goed genoeg gespeeld. Dus ja, dan heb je misschien meer aan een trainingsperiode dan dat je maar blijft spelen en eigenlijk niet de tijd hebt om dingen aan te pakken. Trainen doet Luiten vooral bij golfcentrum Sevi in Rotterdam. Daar heeft hij zijn eigen studio waarin hij ongestoord kan trainen. Hij schaaft tijdens de vele trainingsuren aan ogenschijnlijk kleine dingen. Bijvoorbeeld aan zijn houding. Het zijn spiegels, dan kan ik mijn posities checken. Dus mijn setup, mijn beginstand, dat ik niet te ingezakt sta. Kijk, in de wereldtop wordt het verschil gemaakt met kleine dingetjes. Dat zijn geen hele grote stappen meer. Dus zo ben je continu bezig om die 1-2% beter te worden. Hoe verder je komt, hoe moeilijker dat ook wordt om het te herkennen en om het dan ook te veranderen. En dat is het verschil tussen de wereldtop en misschien net achter. Aanhaken bij de wereldtop, dat is wat Luiten dit jaar had willen doen. Hij eindigde 2014 als 29ste van de wereldranglijst en besloot het vizier te richten op de Amerikaanse Tour. Dat levert tot nu toe een enigszins teleurstellend jaar op. Nou, ik wil zeggen, qua prestaties matig, qua leerzaamheid en ervaring heel belangrijk. En soms moet je een stapje terug doen om er een paar naar voren te kunnen zetten. En dit jaar is voor mij een leerjaar geweest met veel nieuwe dingen, veel nieuwe toernooien, veel nieuwe ervaringen. En hopelijk kunnen we daar volgend jaar de vruchten van plukken. Ik kijk eigenlijk niet zoveel naar de wereldranglijst als ik niet goed speel. En als ik wel goed speel, dan is het veel interessanter om te kijken. Maar wat ik zeg, ik moet gewoon weer goed gaan spelen en ik moet weer in vorm komen. En dat gaat ook gebeuren en dan ga ik ook weer stijgen. Als het aan Luiten ligt, begint dat stijgen naar de KLM Open. Het grootste golftoernooi van Nederland. En een toernooi waaraan de Rotterdammer goede herinneringen bewaart. En hij doet het. Joost Luiten wint het KLM Open. Fantastisch. Op dit moment presteren op het moment dat het moet in eigen land. Dat is een heel bijzondere prestatie. Op de Kennemer, een baan waar ik vaak goed speel. Dus het is altijd een toernooi waar ik naar uitkijk. Tegelijkertijd ook een heel druk toernooi. Maar dat is juist de kunst om dat allemaal te ondergaan en je niet gek te laten maken en gewoon je ding te doen. Je noemde je jaar tot nu toe net matig. Kan het KLM Open winnen dat jaar in één klap goed maken? Zeker. Eén overwinning of het liefst het KLM Open van de toernooien die nu nog komen. Maar als je één toernooi wint elk jaar in het seizoen, ja, dan heb je eigenlijk een fantastisch jaar. Als je elk jaar je overwinning kan meepakken, dan doe je het heel erg goed in de golfwereld.